lopen ze wat minder snel. Misschien zitten Eddie's mannen wel verderop. Ach, kom op. We hebben die grapje als een mijlen verachtig. Halle, Jezus! Gadver, wat smerig. Oh, had ik een camera maar bij me. Dus de Spanjaarden hebben het eiland geboobytrapt om hun goud te beschermen? Dit is niet gemaakt door de Spanjaarden. Kijk eens wat beter naar die spiezen. Dit kan toch niet waar zijn? Dit komt van ons vliegtuig af. Wacht eens even, dit is totaal onlogisch. Waarom zouden ze vallen uitzetten terwijl hun eigen mensen over het hele eiland rondzwerven? Dat zouden ze ook niet doen. Er is er iets geweest nadat de val is dichtgeklapt. Iets of iemand. Wacht, denk je soms dat... Hoor je dat? Hoor ik wat? Niets. Helemaal niets. We worden bekeken. Bekeken? Ach, weet je, het is vast niks. Laten we weggaan voordat we kennis maken met het beest dat hier heeft zitten lunchen. Oké. Kom op! Kijk uit! Ik zie hem. Roman en Navarro zijn vast in de buurt. Ze hebben hun waakhonden buiten laten staan. Ga je gang. Beveilig de bibliotheek. Hou ze uit de buurt van Sullivan. Oké. Ze laten de oude man aan de oostkant van het complex werken. Ik weet niet waarom ze hem meegenomen hebben. Die klootzak is niet te vertrouwen. Hij is hier. Oh, kijk uit. Dus je bent toch niet zo raar. Nu kom je er niet zo makkelijk vanaf. Ik heb het. Nee, ik voel me helemaal niet op mijn gemak hier. Ik ook niet. Kom op. We zoeken zelf en dan zijn we hier weg. Waar is hij? Oh, mijn God. Nee! Ik heb hem. Omlaag! Ja. Oké. Schiet met scherp!
enkele kans. Het is voorbij. Hier, ik trek de poort omhoog, dan hou jij hem open. Candy! Oké, laat maar gaan. Rustig! Ah, ik zei rustig! Hoe voelt dat? Oké. Oh, jee.
Dat is vast de bibliotheek. Daar. Nou, we gaan niet door de voordeur naar binnen. We verkennen de boel en zoeken een andere ingang. Oh man, ze had een lach die je hart deed smelten. Maar ik zweer het je, als ze je met een ander betrapte, legde ze je even snel om als dat ze je zoende. Was maar een klein grietje. Was niet veel groter dan 1,50 meter. Ze noemde er het tolletje. Houd toch je bek, ouwe man. Dat verhaal heb je ons al 20 keer verteld. Ah ja, oké. Zwaar ook. Mijn geheugen is niet meer zo goed als het was. Waarom doe je er eigenlijk zo lang over? Nou, misschien heb je het nog niet door, maar de meeste van die boeken zijn half verrot. En geschreven in het Spaans. Ja, schiet nou maar op. De baas wacht op je. Hé, hey, daarboven! Oh, shit. Hij is daar. Oh, nee. Nu kom je niet zo makkelijk vanaf. Hij is hier. Schakel hem uit. Pas op. Man, het werd tijd dat jullie kwamen. Nou, jij ziet er best goed uit voor een lijk. Heb je toch het meisje meegenomen? Het meisje? Hé, hey, je hebt het aan haar te danken dat we je nu komen redden. Als we van redden mogen spreken. Jezus, mens, wat lul je nou? Je moet toch toegeven dat hier wel een raar luchtje aan zit. Ja. Met die tips die je weggaf. En je miraculeuze wederopstanding. Godverdomme, wacht nou eens even. Roman wilde me af laten maken. Ik moest wat tijd winnen. Oké, stom foutje. Ik wist niet dat ze ons zouden traceren. Sally, we waren al lang op weg naar huis geweest met de schat als jij gewoon een keer je bek had gehouden. En jij had wel eens mogen controleren of ik echt dood was voor je er vandoor ging. Goed, dat maakt nu allemaal niks meer uit. Oké, maar hoe komt het dan dat je hier springlevend opduikt, hm? Dit ga je nooit geloven. Ongelooflijk. Onze Francis heeft de kogel opgevangen. Ja. Yeah. Ik dacht dat dit soort dingen alleen in films gebeurde. Ja, nou, het voelde nog steeds zwaar kloten, kan ik je vertellen. Geloof ik. Hoe dan ook, toen ze zagen dat ik nog leefde, overtuigde ik Roman dat ze de schat nooit zonder mij zouden vinden. Dus sindsdien ben ik ze aan het misleiden, terwijl ik wachtte op jullie. En waar zijn ze nu? Oh, ik heb ze even op een spokenjacht gestuurd om van ze af te komen, aan de andere kant van het klooster. Kijk. Drake had het helemaal uitgevogeld. Hier, dit is het symbool waarmee de Spanjaarden hun kluizen markeerden. De schat ligt verstopt hier ergens in dit klooster. Vind het symbool. En we vinden de kluis. We hebben alles wat we nodig hebben. Hierin. Alle aanwijzingen die recht naar de schat leiden. We kunnen het, jongen. Oké. Jullie worden niet opeens beste maatjes die het meisje weer achterlaten, of wel? Laat het maar uit je hoofd, Sally. Ze heeft een flinke rechtse. Ik zal het onthouden. Er is meer met deze kamer aan de hand. Ik weet het zeker. Er is iets met die beelden.
Oké. Nee, dat klopt niet. Waarom kijk je niet nog eens in het dagboek? Kom op, schiet op, Nate. We hebben niet veel tijd voor ze ontdekken dat er iets mis is.
Hé, hey, dit ziet er bekend uit. Huh, wat nu? De omgekeerde toorts leidt naar het land der doden. Dit is veelbelovend. Hé, laat me eens kijken. Hier. Oké, jullie blijven hier. Ik ga het even checken. Oh, wacht. Nee, je gaat daar niet alleen heen. Ja, die mannen van Rome zitten overal. Ja, en één persoon maakt minder geluid dan drie. Kom op, het lukt wel. Jullie zijn hier veilig. Ze weten niet eens dat deze kamer bestaat. Oké, maar neem dit dan mee. Zet hem op kanaal 13. Die gebruiken ze niet. Hou ons op de hoogte. Oké, komt goed. Maken jullie hem weer dicht? Goed. Nate, voorzichtig. Kom op. Daar ben ik toch altijd. Au, dat zag ik even niet. Ah. Oké, land der doden. Daar gaan we.